Dit is Radio 538. Lieve Marianne. Maandag 20 oktober. Gisteren was de Marathon van Amsterdam. Er deden 16.000 mensen mee. De uitslag was niet heel verrassend. De nummer 1 tot en met nummer 3746 kwamen allemaal uit Kenia. Ajax speelde zaterdag gelijk bij Twente. Volgens Ajax-trainer Frank de Boer moet Ajax tegen Barcelona wel beter spelen, want anders zouden ze best eens tegen een nederlaag op kunnen lopen. Jamil Tarpichev, voorzitter van de Russische Tennisfederatie, heeft Venus en Serena Williams in een tv-show de gebroeders Williams genoemd en daarmee terecht de woede van de twee zussen op zijn hals gehaald. Tarpichev, ook lid van het IOC, heeft een boete gehad van $25.000. En bovendien krijgt hij met zijn tennisbroek op zijn enkels vooroverhangend over het net 25 forehands van Serena en 15 dubbele backhands van Venus. Tijdens opnames afgelopen weekend is de televisiering van Flikker Maastricht gestolen door 3FM-DJ Lex Uiting, zo gaf hij vanmorgen toe bij Giel. Buiten het feit dat het natuurlijk behoorlijk onbeschoft is om iets te stelen, valt het me ook tegen van Flikker Maastricht. Ik bedoel, wat ben je nou voor agenten als je niet eens voor kunt zorgen dat je eigen ring niet wordt gestolen? En het is dat de dader zelf zo stom is om het op de landelijke radio toe te geven, want anders wisten ze nu nog niet wie het heeft gedaan. Wat een slechte agenten bij Flikker Maastricht. Nou, ik geloof voortaan ook niet meer dat ze op vrijdagavond in een uurtje een moord kunnen oplossen. Ik las op Twitter dat Ranomi Kromo Widjojo een griepprik heeft gehad in haar bil. Dat vind ik raar. Ik krijg ook elk jaar een griepprik, maar altijd in mijn arm. En ik heb eens om me heen gevraagd, maar iedereen krijgt hem in zijn arm. Ik vertrouw die dokter van Kromo niet. Hallo Ranomi, jij komt voor de prik. Nee, doe de mouw van je shirt maar omlaag. We doen hem tegenwoordig in de bil. Ga maar even op de buik op de bank. Dan ga ik even kijken waar we het best terecht kunnen. Maar goed, ik ga woensdag een griepprik halen. En dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. Of je 10 koppen per dag koffie drinkt of juist helemaal geen koffie drinkt, wordt voor een groot deel genetisch bepaald. Mensen die veel koffie drinken breken cafeïne makkelijker af, zijn gevoeliger voor de kick van koffie en liggen er niet wakker van. Dat komt allemaal door de echte koffiegenen. Mensen die niet houden van koffie hebben andere genen. Genen die niks met koffie te maken hebben. Ook wel senseo-genen genoemd. Dat zijn genen die houden van simpel, waterig en slap. Andere opvallende uitkomst van het onderzoek. Mensen met senseo-genen houden significant meer van Frans Bauer, sparen Albert Heijn zegeltjes en hebben tot hun 16e op korfbal gezeten. Dinsdag 21 oktober. Vandaag was de uitspraak in het proces tegen de Zuid-Afrikaanse Blade Runner Oscar Pistorius. Hij is veroordeeld wegens dood door schuld. Hij is 5 jaar cel. Zijn advocaat heeft nog geprobeerd om hem zijn hele straf thuis te laten zitten met een enkelband. Maar daar trapte de rechter niet in. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg wordt door artsen minstens de helft van de medicijnen voorgeschreven voor een andere aandoening dan waar de medicijnen eigenlijk voor gemaakt zijn. Dat hoeft niet erg te zijn. Artsen komen er namelijk soms achter dat een middel tegen verkoudheid ook helpt tegen voetschimmel of zo. Zo is ooit het effect van Viagra ontdekt. Dat was eigenlijk bedoeld als een medicijn tegen angina. Nou, ik weet nog goed dat ik ooit angina had en daar iets voor slikte en toen 72 uur met een hardhouten pepermolen heb rondgelopen. Het was verschrikkelijk. Ik ben die dag nog naar Artus geweest, kwam ik thuis, hingen er 2 gibbels aan te slingeren. Maar is toevallig ontdekt. Heel veel van dit soort middelen. Sperti, bedoeld voor de bestrijding van aanbijen, helpt heel goed tegen wallen onder je ogen. Vraag niet hoe ze dat ooit toevallig hebben ontdekt, maar dat is zo. Kramp in je kuiten, dampo in je knieholte. Maar dat is echt zo. Ik ken genoeg verhalen waar spierverslappers voor worden gebruikt. Maar goed, het is nog voor 10 uur 's morgens. Woensdag 22 oktober. Nou, Frank de Boer had gelijk. En ik heb vandaag dus mijn griepprik gehaald bij een hele leuke vrouwelijke dokter. En ja hoor, in de arm. Ik vroeg nog waarom ik hem niet in mijn bil kreeg. Zij zei, ja, denk daar maar eens over na. De gemeentes Naarden, Bussum en Muiden worden voortaan 1 gemeente. Ik begin hierover, het is klein nieuws, maar ik begin erover omdat ik zelf tot mijn 20ste in Bussum heb gewoond. Dus de zaak houdt me persoonlijk ook nogal bezig. Ik woonde in Bussum en ik durf nu toe te geven dat ik nogal wat vriendinnen heb gehad in Naarden en Muiden die daar nog verhalen over hebben die ze niet aan hun kinderen durven te vertellen. Kortom, ik ben nogal een bekende in Bussum, Naarden en Muiden.
Er moest een nieuwe naam komen voor de reuzengemeente. En dat is geworden Gooise Meren. En daar is geen enkele inwoner voor. Je hebt 3 Gooise steden, die voeg je samen en dan noem je het Gooise Meer. Je voegt de Noordzee samen met de Waddenzee en je noemt het Noordland. Dat is toch raar? Er waren heel veel andere namen voor de nieuwe gemeente binnengekomen. Op de naam Sint-Petersburg is gestemd door 63 vrouwen uit Muiden en Naarden. Inmiddels van middelbare leeftijd. 63 vrouwen uit mijn jeugd. Ik vraag me af waar die andere 121 dan op hebben gestemd. Donderdag 23 oktober. Bijzonder filmpje op internet waarin 2 zogenaamde restauranthouders biologische hapjes voorschotelden op een delicatessenbeurs in Houten. Ik vind het al mooi om te zien dat er een delicatessenbeurs is in Houten. Klinkt toch als het Nationaal Ballet in Sappemeer. Of de Kamasutra-beurs op Urk. Maar goed, er werden zogenaamd biologische hapjes voorgeschoteld die bezoekers heerlijk vonden. En je proefde echt het biologische. Maar ze wisten niet dat het ging om fijn gesneden kipnuggets en hamburgers met pitloze meloen. Zeg tegen mensen dat het biologisch is en ze zeggen dat ze het kunnen proeven. Als je op dezelfde wijnen verschillende prijsjes plakt, vinden mensen de duurste echt lekkerder. Zo werkt het. Dus pas extra goed op bij een nieuwe date als hij zegt dat hij of zij geheel biologisch is en zeker niet goedkoop. Ik was laatst met een prachtige vrouw uit eten met een enorm prijskaartje. Bleek 's nachts toen de make-up eraf. Gewoon een zuur wijf en een belangrijk deel was beslist niet biologisch. Nou, vrijdag 24 oktober. Ja. Ja, het zou natuurlijk al te flauw zijn om weer te beginnen over de wintertijd die morgen ingaat. Mensen vragen mij heel vaak om het nog 1 keer uit te leggen en dan altijd met een lachje alsof ik heel erg dom ben. Dat ben ik natuurlijk niet. Want morgen gaat de wintertijd in en in de winter is het korte dag. Dus je hebt geen 24 uur, maar 23 uur. Nee, Peter, dat is gewoon 24 uur. En ik zou het fijn vinden als je niet zoals elk half jaar voortdurend doorheen zit te kakelen. Ja, waar was ik? Oh ja, de zomertijd. Nee, de wintertijd. Ja, de wintertijd. Nou, die gaat vannacht in. Ja, nee, morgennacht. Nou, verder is het heel makkelijk. Ja. De dagen worden korter, dus er gaat een uur af. Nee, er komt een uur bij. Dat kan toch niet, want dan worden de dagen langer. Nee, de dagen blijven even lang, maar de klok gaat een uur achteruit. Peter, kom op nou. Ja, dus dan is het een uur minder. Nee, meer natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Je staat op om 10 uur, maar je hebt een uur meer. Dan is het dus 11 uur. Nee, 9 uur. Nee, 11 is toch meer dan 10? Ja, maar omdat het een uur vroeger is, heb je dus een uur meer, hè, Peter? Nee, want als ik heb afgesproken om 10 uur en ik heb een uur meer, dan is het 11 uur. Nee, want je hebt een uur meer. Je denkt dat het 10 uur is, maar het is 9 uur natuurlijk. Ja, dat zeg ik. Om 9 uur is het 10 uur en dus gaat de klok een uur vooruit. Nee, achteruit natuurlijk. Nou, Lame, jij snapt er dus echt niks van. Nee, maar... Ja, dan zeggen ze dat ik dom ben. Nou, tot volgende week. Kwart voor 11, maar in jouw beleving 9:15. Ja, maar het is 9:45 dus, hè? Oh, prima. Maakt mij niet uit of je een uur eerder of een uur later begint, hoor. Het is een uur later, maar wat betreft de tijd is het gewoon hetzelfde, Peter. Oké, dus jij bent de enige in heel Nederland die niet meedoet met de wintertijd. Zo jammer dit. Sterkte, tot volgende week. Dit is Radio 538.